With the first test flights in 1903, inventor Wilbur Wright already had a vision. Flying would become something very ordinary for human beings, and civil aviation continues to grow to this day. Amsterdam Airport Schiphol is een populaire luchthaven. En binnenkort zullen we 70 miljoen passagiers ontvangen en 500.000 vliegtuigbewegingen. Met de beperkte capaciteit die we hebben, is het dus zaak dat we die optimaal benutten. En daarom zijn we het Digital Airport programma gestart. Airport Control binnen dat programma is heel erg belangrijk, omdat daar gekeken wordt naar passagiersstromen, bagageprocessen en vliegtuigafhandeling. En dat is nodig om onze klanten optimaal te kunnen bedienen. Travelers begin with check-in and baggage drop-off, then move through security and passport controls to their flights. The aircraft land, taxi to their allocated gates, and are then ready for their next flights. Meanwhile, baggage and transfer travelers must also find their way to the right flight. Airport Control has placed hundreds of sensors in the terminal, which identify the complicated passenger flows. Bij Airport Control draait het om grip krijgen op wat er op de terminal gebeurt. We werken samen naar één gezamenlijk doel. En dat is vliegtuigen veilig en op tijd laten vertrekken met passagiers en hun bagage aan boord. Nou, binnen Airport Control zijn we bezig met de ontwikkeling van Wilbur. En Wilbur is vernoemd naar de pionier van de burgerluchtvaart. En net zoals zijn voorganger heeft Wilbur een vooruitziende blik. Zo kunnen we bij de te verwachten capaciteitsproblemen 4 uur van tevoren voorspellen wat eraan zit te komen qua situatie. En vervolgens daar actief, proactief regie op voeren. Airport Control constantly uses digital innovations in order to make operations run smoothly. For example, this includes sensors inside the terminal that generate important data about passenger flows. This data is indispensable for Wilbur, which merges the input with information from other sources to provide one complete overview. In this way, our coordinators can see up to 4 hours ahead and make proactive adjustments. Artificial intelligence gives Wilbur the opportunity to learn from situations and help us make the best decisions. We also review those decisions using data analysis. Combining these elements is a unique and innovative way of working towards continuous optimization. Met Wilbur hebben we de ambitie om onze medewerkers bij Airport Control in staat te stellen beter regie te voeren over de operatie. We hebben vaak te maken met grote vakantiedruktes of operationele verstoringen. Hierbij lopen we het risico dat vluchten op een ander moment vertrekken of aankomen dan dat we in eerste instantie hadden gepland. Nou, om de impact hiervan te beperken, combineren wij veel informatie uit veel verschillende systemen. En dit is bijna een onmogelijke taak. Alleen in ons vluchtinformatiesysteem hebben we al meer dan 30.000 wijzigingen per dag. Wilbur sorts the most relevant changes, shows what this means for the process, and provides possible solutions. For example, this could be the effect of a gate change. As a result, the different coordinators can consult with one another in a better way and take appropriate measures together. The effect? Aircraft leave safely and on time, even when disturbances and increasing crowds occur. Airport Control improves operations using the latest digital innovations. We are working hard to make our ambitions become a reality. For more information, come to our demos or check the Schiphol website.